Even lichten, Jan. Ja, ik zie het wel. Het is hard werken om de grafstenen van zo'n 200 kilo per stuk te verplaatsen. En thuis pakken we gewoon met de heftruck. En dan is het leed geleden. Als we op de kar zijn, dan worden we er niet meer moe van. 100 jaar woonde de familie Mees in de Meeshoeve een paar kilometer verderop. Toen boer Kees Antens er in 2002 introk om er een zorgboerderij van te maken, besloot hij de oude inrichting helemaal intact te laten. Het geluid zit er ook nog in. Hè? Hij voelt nog steeds een warme band met de oude bewoners. Dankzij de familie Mees is eigenlijk heel deze boerderij puur gebleven. En dankzij de familie Mees is het ook mogelijk geworden om deze zorgboerderij in de benen te krijgen. Goed zo. En daarom doet boer Kees zoveel moeite voor de oude grafstenen. Het parochiebestuur van Oud-Gastel is blij met de actie. Als ze gewoon geruimd worden, dus laat ik zeggen dat de zerken eraf gehaald worden en vernietigd worden, dan vernietig je daarmee ook een stuk historie. Komt nooit meer terug. Als je dat op deze manier doet, dan bewaar je die historie in feite. Gekke, Andrea. Ja. De mensen die op de zorgboerderij werken, zijn bij de verhuizing van de grafzerken. Ik vind het heel bijzonder dat de familie Mees gewoon weer met hun graven terugkomt op de plek waar ze gewoond hebben. Zo, ja. Ja, ja. Dit is nummer 1. Eind mei worden de stenen op hun definitieve rustplaats bij de Meeshoeve gelegd.